Ja, dames en heren, u met z'n allen, wij hebben eens geteld, maar wij komen op ruim 215 zappers die de gemeente Papendrecht rijk is. Daar zijn we ontzettend trots op. Want kijk, zwerfafval wordt door mensen gedaan. En hoe goed u het voorbeeld geeft, dus des te meer mensen doorhebben van dat het de bedoeling is dat je je vuil zelf opruimt. Dat je daar niet naar anderen kijkt. Maar we zijn ontzettend blij dat u, voor diegenen die dat nog niet helemaal doorhebben, helaas zijn er dat nog heel veel, om ons daar een handje mee te helpen. Want er wordt ongeveer 5500 zakken zwerfvuil opgehaald. Nou, dat is natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid. En als dat allemaal in de natuur blijft liggen, afgezien dat het een vreselijk gezicht is, is het ook zo dat we bezig zijn dat afval gewoon nieuwe grondstof is. Dat je niet moet weggooien, maar dat je moet gaan hergebruiken. Dus ja, u geeft het goede voorbeeld. Ik hoop dat heel veel mensen dat gaan volgen. En ja, als je kijkt van, we zijn gestart in het najaar van 2005. En er zijn twee mensen vanaf het begin zijn hier nog bij aanwezig. Dat is meneer Cameron en de heer Van der Linden. Die heb ik... Ja, en meneer Van der Linden die zit daar, dacht ik. Ja, die zit ook daar. En als u mocht denken van, nou, het is toch wel heel erg saai, dat zapper. Nou, dan moet u toch eens een praatje doen met de heer Ruud van Stam. Want die heeft de zottezappers opgericht. En waar is de heer... Daar zit hij, onze zottezapper. Ik heb begrepen dat waar het woord vandaan gekomen is. Misschien kunt u het nog even uitleggen, want ik vind het eigenlijk best wel heel leuk. Want als ik tegen iemand zeg zapper, hebben ze geen flauw idee wat het is. Maar uw bewoording vind ik eigenlijk wel leuker. Nou ja, ik vind het ook een hele leuke naam. Ten eerste, toen ik begon, dat is in 2004-2005, ik weet niet precies, had ik nog iets van zappen gehoord. Dus we hadden een wijk, in onze wijk een groepje die dat allemaal wel wilde, zappen. En toen dacht ik, goed, ja, ik ben toch een zot om. Nou, zot is zwerf, opruim, team. Nou, toen dacht ik, dat is een mooie naam. En dat heb ik dus gehouden in die zin dat er achteraan de zappers bij komen. Dus we zijn de zotte zappers geworden. En we zijn het nog steeds. Misschien jullie ook. Ik vind het in ieder geval een ontzettend leuk woord. Ik wil u namens het college en de raad hartelijk danken voor uw inzet. Ik hoop dat u het nog vele jaren blijft doen. En ik hoop dat heel Papendrecht u gaat volgen. Want des te minder vuil u op hoeft te halen, des te beter heeft iedereen het op zijn netvlies. Dat je geen zooi gewoon weggooit. Dat je erover nadenkt, dat je je eigen spullen meeneemt. En dat ook afval het de nieuwe grondstof is. Ik dank u. Ik heb geen hoed op, anders nam ik hem even voor u af. Mag ik deze even? Ik ga eventjes mijn hoed voor u afnemen. Dames en heren, dank u wel.